Ons land is geen derde wereldland. Een normaal loon voor normale werkomstandigheden zijn bij ons verworven rechten. Dus een werknemer of een zelfstandige die werkt voor een pakjesbedrijf moet dat kunnen doen in dezelfde omstandigheden als iedere werknemer en iedere zelfstandige in ons land. Dus nee, wij aanvaarden geen zwart werk. Nee, wij aanvaarden niet mensen die in de illegaliteit worden te werk gesteld. Nee, wij aanvaarden geen kinderarbeid. En eindelijk moeten we nu een keer werk maken. Want ik heb u de voorbije jaren al een paar keer hierover ondervraagd. En eerst, altijd komt het antwoord, we zijn ermee bezig. Mijn collega de Sutter is bezig met de hervorming van de postwet. Bla, 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 bla. Laten we die zaken nu echt aanpakken. Maak werk van die ketenverantwoordelijkheid. Maak werk van die aanpassing van die postwet. Zorg ervoor dat de parketten en de sociale inspectie eindelijk de middelen en het personeel hebben om deze misdrijven te bestrijden.